Hallo, dit is weer even een opname uit de Shack, de radioruimte bij mij. Maar daar ga ik het even niet over hebben. Het is nu de avond voor Koningsdag 2022. En ja, na 2 jaar is het weer een normale Koningsdag. En zijn weer tal van activiteiten. En niet gehinderd door de maatregelen. Ja, zo is er in de binnenstad voor de jeugd een vrijmarkt. En er is ook nog een oranjemarkt. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Wat er niet is, wat er eigenlijk ook altijd wel was op Koningsdag, is de danceparade of danceparade op het Spuitboulevard. Dat is niet dit jaar. Maar daar precies de reden van is, weet ik niet. Nou, in de wijk is er ook zat genoeg te doen hier in Dordrecht. In ieder geval in de ochtend met Koningsdag is er op het Stadhuisplein de Oude Bade, waar de burgemeester op het bordes staat samen met de mensen die een lintje hebben gehad. En Jubal die dan voor de muzikale omlijsting zorgt. Even kijken, in de wijk Dubbeldam, daar is ook weer de kermis. Die is dan weer van start gegaan. Ja, en die duurt een aantal dagen daar en daarna gaat hij naar de Stadvolders. Eens even kijken, we hebben ook nog op het in Sterrenburg 3, op de Heimerstein, of Remmerstein is dat. Daar hebben ze altijd een heel gebeuren met Koningsdag en dat is ook morgen het geval. Een soort van vrijmarkt heb je daar en heel veel activiteiten voor de kinderen. Nou, wat ga ik doen morgen? Ik denk dat ik wel diverse activiteiten afgaat met de fotocamera. En dan hoop ik wel wat te kunnen maken. Een paar foto's te kunnen maken in ieder geval. Nou, dat is voor mij betreft wat de Koningsdag betreft. Nou, voor iedereen morgen een fijne dag. Maak er een leuke en plezierige Koningsdag van.